In deze video bespreken we nieuwe inzichtsvragen van het CBR. Blijf dus zeker kijken. De eerste vraag: je wil links afslaan. Mag je volledig aan de linkerkant van de weg voorsorteren? Kijk goed naar de afbeelding. Het bord geeft aan dat het een eenrichtingsweg is. Het verkeer gaat dus maar één richting op en je kunt dus geen tegenliggers verwachten. Omdat je geen tegenliggers kunt verwachten, mag je als je links af wilt slaan helemaal links voorsorteren. Dus het antwoord is ja, dit mag. Deze vraag kun je echt in elk CBR-examen verwachten. Op onze website hebben we speciaal voor jou een gratis oefenexamen gemaakt. In dit gratis examen kun je de identieke vragen van het werkelijk CBR-examen oefenen en krijg je direct te weten of je al goed voorbereid bent. Je krijgt namelijk te horen of je geslaagd of gezakt bent. Ben je nou nog niet goed voorbereid? Check dan zeker onze videocursus en slaag samen met ons zonder risico in één keer. Niet geslaagd? Is geld terug. De link naar het gratis examen. Staat in de beschrijving. Door naar de volgende vraag. Op welke van de drie wegen kunnen we een Brommobiel verwachten? We weten dat een Brommobiel dezelfde regels heeft als een motorvoertuig, en dat een Brommobiel een maximumsnelheid heeft van 45 km per uur. Op weg A kunnen we een Brommobiel zeker weten verwachten. Op deze weg kunnen we namelijk alle weggebruikers verwachten. Verder kunnen we een brommobiel ook op weg B verwachten. Op weg B, een weg met strepen aan de zijkanten en in het midden van de weg, kunnen we namelijk alleen motorvoertuigen verwachten. En een brommobiel volgt dezelfde regels als een motorvoertuig. Weg C, een weg met witte strepen en een groene streep in het midden van de weg, is alleen bedoeld voor voertuigen die sneller kunnen rijden dan 50 km per uur. Een brommobiel kan maximaal 45 km per uur rijden, dus op weg C kunnen we geen brommobiel verwachten. Het juiste antwoord is dus antwoord B. We kunnen een brommobiel op weg A en B verwachten. Een nieuwe situatie. We zien dit bord. Zijn we verplicht om rechtdoor te rijden? Eerder hebben we besproken dat vierkante borden geen verplichting aangeven. Denk aan het vierkante adviessnelheidbord. Dit betekent dus dat de rechtdoorgaande pijl op het vierkante bord niet per se opgevolgd hoeft te worden. Je bent dus niet verplicht om recht door te rijden. Je mag in deze situatie dus ook rechtsaf de inrit inrijden. Dus je wilt hier rechtsaf slaan. Mag dat? Ja, dit mag. De pijl recht door op het vierkante bord hoeft niet per se opgevolgd te worden. We mogen als de mogelijkheid er is gewoon rechts of links afslaan. Dit was een moeilijke inzichtsvraag. Het onderdeel inzicht is het lastigste onderdeel van het theorieexamen. Vandaar dat wij in onze videocursus extra focussen op het onderdeel inzicht. Klik de eerste link in de beschrijving om naar onze website te gaan en slaag samen met ons in één keer. Met CBR-garantie. Niet geslaagd is namelijk gewoon je geld terug. Je hebt dus niks te verliezen. Je wilt een vrachtauto inhalen. Mag dat? Wat denk jij? Kijk goed naar het bord. Het bord geeft een verbod aan voor vrachtauto's om in te halen. Een vrachtauto mag dus bijvoorbeeld geen personenauto, motor of andere vrachtauto inhalen. Maar andersom, dus een personenauto of motor die een vrachtauto inhaalt. Is wel toegestaan. Het antwoord is dus ja. Wij mogen als personenauto de vrachtauto gewoon inhalen. Een nieuwe situatie. Je wilt de vrachtauto inhalen, mag dat? Nu is het antwoord nee. Het bord geeft namelijk aan dat het verboden is voor alle motorvoertuigen om elkaar in te halen. Wij als personenauto mogen dus niemand inhalen, geen vrachtauto, motor en ook geen andere auto. Blijf dus na het zien van dit bord achter de vrachtauto rijden. Wanneer moet je rekening houden met een langere remweg? Is dit bij nat wegdek, een nieuw wegdek of in beide situaties? Op een glad wegdek moet je rekening houden met een langere remweg. Een nat wegdek maar ook een nieuw wegdek zijn erg glad. Je moet dus in beide situaties rekening houden met een langere remweg. We gaan door naar de volgende vraag. Moet je de fietsen voorrang verlenen? Wat denk jij? We gaan eerst naar stap 1. Zijn er borden of tekens op de weg die de voorrang bepalen? We zien een waarschuwingsbord voor fietsers en bromfietsers en een wit onderbord dat aangeeft dat ze van links en rechts kunnen oversteken, maar dit zijn geen voorrangsborden. Dit zijn slechts waarschuwingsborden. De voorrang wordt dus niet bepaald door de verkeersborden en tekens. Dus dan gaan we naar stap 2. En stap 2 vertelt ons dat bestuurders van rechts voorrang hebben. Wie komt er in dit voorbeeld van rechts? Inderdaad. De witte auto komt van rechts en mag dus als eerste. Het antwoord is dus nee. Je hoeft de fietser geen voorrang te verlenen. Zoals je merkt kun je erg lastige vragen op je examen verwachten. Vooral het onderdeel voorrang is erg moeilijk. Dit was slechts een vraag met enkel bestuurders op de weg. Maar als er ook nog eens voetgangers, trams en andere bijzondere voertuigen met ook allemaal hun eigen regels op de weg komen, wordt het pas echt lastig. In onze videocursus en onze oefenexamens, identiek aan het werkelijke CBR-examen, zullen we alle vragen die je ook bij het CBR kunt verwachten bespreken. Zodat jij volledig voorbereid het theorie-examen ingaat. Slaag je toch niet? Dan bieden wij zelfs een geld-teruggarantie aan. Zo zeker zijn wij van onze zaak. Je hebt dus echt helemaal niks te verliezen. Klik op de link in de beschrijving om naar onze website te gaan. En dan zie ik je bij hoofdstuk 1. Je ziet dit bord. Nader je nu een gevaarlijk kruispunt? Jazeker. De afbeelding op het bord is een kruis. En de vorm van het bord waarschuwt je dus ergens voor. Dus het bord waarschuwt je voor een gevaarlijk kruispunt. En kun je hier verwachten dat je voorligger gaat remmen? Jazeker, een gevaarlijk kruispunt is toch gevaarlijk? Het is dus logisch dat de voorliggende snelheid zal verminderen bij het naderen van het kruispunt. Je wilt de autosnelweg verlaten. Op hoeveel meter afstand van de afrit moet je je richtingaanwijzer aanzetten? Is dit vanaf 300, 400 of 500 meter? Dit moet je doen op 300 meter afstand. Dus rijd je op de autosnelweg en is de afrit over 300 meter, dan zet je alvast je richtingaanwijzer naar rechts aan, zodat het overige verkeer hier rekening mee kan houden. Wat is het gevolg van een te lage bandenspanning? Het gevolg is dat je een erg slechte wegligging hebt en door de slechte wegligging moet je ook veel meer brandstof verbruiken om vooruit te komen. Het juiste antwoord is dus antwoord C. Je hebt een slechte wegligging en hoog brandstofverbruik. Dit betekent dus ook dat je brandstof kunt besparen door de banden op de juiste spanning te houden. Als je geld wilt besparen, let je hier dus op. Bij welk bord kun je voetgangers verwachten? Het is weer belangrijk om goed naar de vorm van de borden te kijken. Bord B geeft aan dat je gewaarschuwd wordt voor voetgangers, dus kun je dan voetgangers verwachten? Jazeker, je wordt er zelfs voor gewaarschuwd. De vorm van bord A is rond, dus dan is het voor voetgangers verboden om de weg in te lopen. Dus kun je voetgangers verwachten? Nee, natuurlijk niet. Je kunt dus alleen bij bord B voetgangers verwachten. Wie moet je voor laten gaan bij een voetgangersoversteekplaats? Dit is antwoord B, alleen voetgangers en gehandicapte voertuigen. Fietsers hoef je bij een zebrapad niet voor te laten gaan. Maar nu loopt er een fietser met een fiets in zijn hand het zebrapad op. Moet je nu stoppen en voorrang verlenen? Jazeker, hij is aan het lopen en is nu dus een voetganger en geen fietsen meer. Je moet voorrang geven aan de blauwe auto. Sta je zo goed opgesteld? Kijk goed naar de afbeelding. Je staat midden op een zebrapad en op een zebrapad mag je niet stilstaan, want als er nu een voetganger aankomt. Dan sta jij in de weg, dus het antwoord is nee. Dit was alweer de laatste vraag van deze YouTube-video. Bekijk zeker onze videocursus als je de identieke vragen van het CBR alvast wilt oefenen, zodat je volledig voorbereid het examen in zult gaan. En, zoals je nu al weet, slaag je toch niet, dan bieden wij een geld-teruggarantie aan. Zo zeker zijn wij van onze zaak. Je hebt dus echt helemaal niks te verliezen. Klik de link in de beschrijving om naar onze website te gaan. En dan zie ik je bij hoofdstuk 1.